Nou, ik ga een beetje een stukje voorlezen van de werking van de stoommachine. Meneer Gelderman loopt naar de ketel van de stoommachine. Welkom bij deze B-Life geschiedenisles. Kijken jullie mee? Kijk, onder deze vuurbrengtel brandsteenkool legt hij uit. Het vuur brengt het water in de ketel aan de kook. Zo ontstaat de stroom. De kracht van de stoom brengt een groot wiel in beweging. Pino, wat ben je aan het doen? Ik ben live op Insta. Iedereen heeft toch recht op informatie? Wil jij even voorlezen? Ja, is goed hoor. Rond 1770 ontwerpt de Engelsman James Watt een stoommachine die andere machines kan aandrijven. In Groot-Brittannië werken in 1800 al veel fabrieken met stoommachines. In Nederland is dat pas naar 1850. Meester Elvis. Nou, AJ, nu is het genoeg hoor. Wat wil je? Ja, mag ik naar de wc? Nou, ga maar snel dan. Het wonen in die wijken is niet erg gezond. Door het verbranden van de steenkool is de lucht vervuild. Nou jongens, heeft iemand nog eentje gezien of zo? Ja, hij was naar de wc, maar ja, hij is wel al heel lang weg. Nou, ik ga heel even kijken hoor. Hallo, wat ben jij aan het doen? Hallo, ik heb ook recht op privacy. Oké. Okay. Nou jongens, we gaan vandaag een eerlijk woordje spelen. Niet duwen, niet haken, niet schoppen. Ik zie jullie wel, Nick. Nou, oké. Okay. Wie heeft er zin in? Yeah. Oké, okay, let's go! Baby! Ja! Yeah. Ja! Yeah. Yeah. Jongens, wat doen jullie? Ja, hallo. Wij hebben toch ook recht op spelen? Oké. Okay. Nou, oké. Noem vijf steden in Australië. De eerste antwoord is Sydney. Canberra, een moeilijke woord. Melbourne, dat komt van Frans, volgens mij. Ja. Meester Elvis, sorry dat ik stoor, maar er is een telefoon voor u. Oh, oké. Doen. Ja, hallo, we hebben toch ook recht op gelijke behandeling? Het is al bijna 8:15 en de meester is nog steeds niet. Ik vind het wel een beetje zonde. Ik ga gewoon niet. De meester wel ontvoerd. Zou ik anders even naar de directrice gaan? Marja, kom je mee? Ja. Misschien is hij ontvoerd of is hij in een zwembad gesprongen en is zit ligt nu al op de bodem. Waar is hij? Jongens, doe eens rustig. Ik heb geen idee waar Elvis is, maar nu even ik ben druk bezig. Oké. Okay. Kom dan. Oh, wat een snotapen. Jullie weten waar ook niet waar ze is. We moeten een plan bedenken. Oké, okay, jullie gaan naar het huis van de meester, jullie blijven op school en jullie gaan in de buurt zoeken. Goed idee? Ja! Oh, sorry, we zijn op het verkeerde adres. Papa! Oh ja? Hey jongens, wat doen jullie nou hier? Ik vroeg het af waar u was. U was niet op school. Ja, mijn zoon heeft ook recht op een goede opvoeding. En ik heb recht op een goede gezondheid. Ik heb net de school gebeld en als het goed is, is de inval er zo. Ja, mogen we niet gewoon een dagje vrij, meester? Ja, precies. Ja, hallo, jullie hebben ook recht op goed onderwijs.